Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben net wakker. Ik ga zo even lekker douchen. Ik moet even niet zo hard praten, want dan is in slaap nog. En dan heb ik een afspraak. Dat is een beetje de planning. Ik had deze bekers van de Star Wars kunnen dus niet in een vaat. Dus dan moet ik ze elke keer zo afwassen. Echt irritant. Goedemorgen, Beertje. Goedemorgen. Kijk wat ik heb voor jullie. Diener. Ja. Kijk wat ik heb voor jullie. Lily's Kitchen. Lekker, hè? Ik moet dus bij mijn afspraak moet ik een masker dragen. En ik wil hem zo dragen. De vorige keer had ik erop aangesproken dat ik het verkeerd om had. Want je moet hem betalen. Dus hier iets harder. Moet je dus aan de bovenkant hebben. En ik had hem zo. Dus werd ik daarop aangesproken. Dus je moet hem zo dragen. Ik wist dat niet. Maar ja, goed, dan weet ik het niet. Zo, ik ben inmiddels thuis. Ik ga even ontbijt maken voor mijn Nes. Hij is inmiddels ook al wakker. Ik ga even een omeletje maken met groenten. Ik heb hier alvast uitjes gesneden. Er komt tomaat in. Ik heb nog paprika. En ik heb hier olijven, maar ik weet niet wat ik ermee ga doen. Sim is vakanties aan het kijken voor ons. We willen met de auto weg. Nou jongens, ontbijt is klaar. Wij gaan lekker ontbijten. Vandaag is het ook weer zo lekker weer. Alleen was ik net aan het lopen en toen voelde ik een paar druppels regen. Dus ik ga even wat sneller naar huis lopen. Oh, wel lekker om weer even te wandelen, ja. Dit is echt mijn routine geworden. Goedemorgen weer, jongens. We hebben een dutje gedaan. Ik heb echt zoveel hoofdpijn de laatste tijd. En ik denk dat het gewoon komt omdat ik dus gestopt ben met koffie. Al een paar dagen weer helemaal niks gedronken. En ik heb elke dag gewoon hoofdpijn gehad. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Dus ik blijf gewoon lekker drinken. Water en thee. Maar ik heb even een dutje gedaan. En het heeft me echt goed gedaan. Oké, guys. We hebben net gewoon ons verblijf geboekt in Frankrijk. Mm. We gaan echt... Hoe zit je erbij als model? Wat is dit? Ik weet niet hoe ik moet liggen. Ik voel me heel ongemakkelijk. We hebben ons verblijf in Frankrijk geboekt. En we zijn echt nog nooit echt op vakantie geweest naar Zuid-Frankrijk. Nee. Maar het is onze eerste keer. Want we willen heel graag met de auto weg. En ja, vliegen gaan we toch niet doen nu. We wilden eerst wel doen, maar ik dacht, nee, dat is echt heel dom. Maar ja, Zuid-Frankrijk hier is. We gaan over een paar dagen gewoon al weg. Spannend, hè? Ja, dus daar heb ik echt heel veel zin in. Het is heel mooi weer, vooral daar ook nog. En voor het eerst ook een autovakantie. Ja, onze eerste roadtrip. En ik ben elke dag aan het vloggen, dus ik neem jullie gewoon mee deze keer. Zo leuk. Ja, dat is een beetje de planning. Ik heb er echt heel veel zin in. We hebben ook een huisje met een zwembad gehuurd. Dus dat is goed, zo is het ook lekker weer. Echt lekker. Zo, ik ben weer even omgekleed. Ik heb even lekker gedoucht na het wandelen. En ik heb even een ander shirtje aangedaan. We gaan nu even Nessie met zijn band even oppompen. En dan gaan we even snel even ergens een hapje doen. Het is echt zo warm bij ons bed. Dat ik echt geen zin heb om te koken. En ja. Oh. Lopen we nou met de lille, joh. Dat we ergens een hapje gaan doen. Oh ja, yes. Ja, dat lukt goed. Lukt het een beetje? Ik ben nou dissen. Vind je leuk als je me ziet werken? En mannenwerk doen. Vind je leuk, hè? Oh ja, heel aantrekkelijk, schat. Heel mooi dit. Ik hou ervan. Oh yes. Wil je de auto naar boven gaan? Nee. Wij zijn weer bij Fanos en het maakt me altijd zo gelukkig hier. Kijk. Kadem hier. Dat is een heel bekende zanger in Irak. Een icoon eigenlijk, in de Arabische landen. Kijk. Dat maakt me echt gelukkig. We hebben lekker thee besteld. We zijn lekker thee aan het drinken. En ons eten komt zo. Ik ook. Tegenwoordig moet Nessie mij met alles nadoen, dus ik moet niet alleen van mij sucrine meenemen, maar gewoon gezonde kleding, ook voor hem. Dikke man? Wil je een dikke Arabische man? Zeg maar. Ja hoor. Ja? Weet je zeker? Ja. Kom eraan, hè? Oh jongens, dit is de bestelling. Ik heb fasolie. Yes. Tarator.
kippenlever, falafel van Nessie, tabbouleh. En we gaan lekker eten. Jongens, wij zijn weer aan het wandelen. Dat lijkt wel dat we op de camping zijn. We zijn gewoon even naar de tank gelopen. We hebben drinken gehaald. En ja, voor mij is het al de tweede keer dat ik ga lopen vandaag. Echt lekker, want we waren echt zo suf geworden. We gingen echt slapen. Ik had hoofdpijn, dus het is wel echt fijn om even gewoon lekker buiten te wandelen. Hoeveel stappen heb je al gezet vandaag? Ik denk dat ik nu de 12.000 à 13.000 ga halen. Zo. Maar normaal gesproken haal ik de 10.000 ook niet meer hoor. Want ik doe één rondje van een uur. Hmm. En in een uur haal je geen 10.000 stappen, maar dat maakt niet uit. Ik denk, zolang ik prima, ja, toch? Ja, zolang ik elke dag gewoon een uurtje beweeg, vind ik het meer dan prima. Nou, ik ga lekker mijn theetje drinken, jongens. Het is wel gezellig, hè? Volgende keer moeten we zonnepitten meenemen. Kijk, dit zijn mijn stappen van vandaag. Echt heel goed. Ik hoefde maar de 10.000, ik heb 15.000. Ik heb laatst dus deze doos gehad. Ik ga het even vanmorgen voor een campagne opnemen. Ik had vandaag niet echt heel veel zin. Ik had echt heel erg veel hoofdpijn. Er zitten echt heel erg leuke dingen in. Ik ga het even voor jullie unboxen. Je hebt hier een sunscreen oil. Je hebt hier een dagcreme van Nivea. Een nachtcreme van Nivea. Dit is een waterspray. Een fijne nevel voor op gezicht en lichaam. Super handig. Een deo. Een body scrub van Inecto. Dit is een oil body wash van Dove. Dit is een cleanser van DA. Hier zit een ketting in. Maar die zie je niet wel met de unboxing zelf. Van het merk Zarka zit er body butter in. En van Bio Oil zit er een droge huidgel in. Super handig. Daar heb ik soms namelijk wel last van. Van Make-up Studio is hier een bronzer. Had ik nodig. Van Knijp hebben we een... Even kijken, wat is dit? Voetcreme. Mini voetspa. Oh, super handig. Van André Lon hebben we hier een conditioner. Een shampoo. En een droog shampoo. Dat gebruik ik echt nooit. Ik ben hier nog benieuwd naar. Gebruiken jullie trouwens? Let me know of het goed is voor krullend haar. Ik heb hier een een glow serum. Ik ken het merk nog niet, ben benieuwd. Van Olaz heb ik hier een detox en glow. Dagelijkse scrub. Ik heb hier een heel wat tandenborstel. Kijk hoe cute deze is. Deze kleur ook echt heel mooi. Het is van het merk Jordan. En heb ik hier nog een tandpasta van hetzelfde merk. En een mascara van Make-up Studio. Super handig. Ik ga morgen echt even de video opnemen. Want dan kan ik dus al deze producten ook gaan uitproberen. Want nu moet ik het even zo laten. Nessim was net een film aan het kijken. We zijn afgelopen. Moet ik jullie filmen? Zijn ze er zelf nog mee toegekomen? Liefje. Liefie ben jij, hè? Ik ga slapen, denk ik. Het is 10:45. Het is ook licht heel... Wat zeg je? Licht. Ja, het is niet heel donker. Ik heb eigenlijk heel de dag een beetje hoofdpijn gehad. Ik heb wel heel goed gedronken, maar het heeft niet geholpen. Ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald. En ik ga denk ik gewoon naar mijn bed toe. Ik ben echt helemaal gesloopt. Morgen weer vroeg uit mijn bed. Dus lekker op tijd naar bed. Dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei doeg. Wil je nog wat zeggen? Huh?